Hele goede morgen, jongens. Het is zondagmorgen. En zondagmorgen iets te vroeg. Het is net 9 uur en ik zit in de auto. Ik rijd natuurlijk weer eens niet. En wie rijdt er wel? Het is Woutertje! En dan mag jij eens even gaan uitleggen wat we gaan doen. Nou, dat ik natuurlijk zo'n fantastische vriend ben. Ja. En Alfredo heb geholpen met zijn verhuizing. Dan voel je hem al aankomen. Ik ga verhuizen! Is het zijn beurt? Dus ja, we gaan vandaag de badkamer slopen. Top! Kijk goed. Ja. En er komt een nieuwe badkamer in. En we zijn aan het schilderen geweest. Dus dat gaan wij vandaag doen. Dus ik werd eergisteren gebeld. Zo van, zeg luister eens schat. Ik ga eigenlijk zondag verhuizen. Soort van, ik wil heel veel doen. En volgens mij ben jij vrij. Nou ja, wat hij net zei. Hij heeft mij zoveel geholpen met echt van alles in de afgelopen maanden. Dus nee zeggen of zeggen, nou weet je, ik ben moe of ik doe het een andere keer. Zegt. Geen optie. Dus ik zit fris en fruitig in de auto met Wouter. Maar nou ben ik gelukkig ook een ochtendmens. Maar jij staat wel elke ochtend om 6 uur op of zo, toch? Nou, dat ligt helemaal aan hoe laat ik moet werken. Maar het is niet raar voor jou dat we wekken om 6 uur staan. Nee. En voor mij, als dat gebeurt, ben ik een week lang chagrijnig. Want het is niet oké. Okay. Maar goed, dus het was aardig goed. Ja, het was goed toch? Oh. Ja. Maar je hebt me een uurtje speling gegeven. Ik heb me een uurtje speling. Je hebt me een uurtje, ja. Absoluut. Dus ik ben trots op mezelf, maar ik neem jullie gewoon lekker vandaag mee. We gaan weer Bottenbouw spelen. Huh. Hey, dit. Meeuw. Nee. Nee, dit zegt niks. Dit zegt geen meeuw. Waar zit het? Het lijkt nu heel raar. Het zit in je nek. Het zit, het kruipt met zijn gezicht. Het is best groot. Ja. Het heet Boef, toch? Ja. Oh, wow, het is zacht. Ja, natuurlijk is hij zacht. Wow, hi Boef. Lieve. Hoe oud is Boef? 3 weken of zo? Nee, 4 weken. 4 weken. Hè? 5 weken. 5 maanden? Ik heb geen idee. Nee, joh. Hi Boef. Oh, het is wel heel schattig. Oké, vol in beeld. Maar daarvoor zijn we hier niet. Dus we gaan naar het werk. Nou, dit is serieus een tof plekje. Grote slaapkamer. Grote badkamer. Echt serieus. Kijk dan, die ruimte is gewoon gigantisch. Dan hebben ze hier nog een hele grote woonkamer. Echt heel tof. Maar voordat je echt goed kan schilderen, moet er eerst wat anders gebeuren. Dus we gaan eens even de kozijnen schuren. Want pas dan krijg je echt een mooi laagje erop. Dus we gaan eens even bezig. Kijk eens jongens, ik zit aan de drugs. Het ziet er niet oké uit hoor, dit. Ik ben alle kozijnen hier aan het schuren en aan het afnemen met zo'n enorme machine. Alleen ze hebben hier geen kapjes, dus het, zoals je ziet zit ik er helemaal onder. Maar kom, het ziet er wel heel heftig uit. Maar goed, dit is het zeg maar nu. En dan moet dit dus even. Ja, moet je nou kijken, joh. Is het allemaal gewoon schimmel en het weer zit erin. Dus ik ga dit maar eens even goed schuren. En dan kan daarna weer even goed lakje verven erover. Dik in de lak zetten, zodat het vocht er ook niet bij kan. There we go. Wouter rijdt eventjes een handig ding voor, zodat we wat troep kunnen wegbrengen. Die heb je namelijk al. Gas met die zooi! Hey. Hey. Ik ben zo'n ongelooflijk goede vlogger, want je moet zeg maar alles filmen wat je dan op dat moment doet. Dus ik heb net gegeten. En alles is weer op. Ik bedenk het me echt serieus op het moment dat ik de laatste hap neem en denk, oh, dit had ik eigenlijk moeten filmen. Want Leonietje heeft alles gemaakt voor ons. Yay!
Dat is de vriendin van Wouter. En zij heeft heel lief soepje en stokbrood en warme broodjes. En hoe heet dat? Ossenworst? Ossenworst. Oei! Dat doet al. Oh, kijk nou. Tok. Mijn hand op liggen. Nee. Maar goed, we hadden zo'n ongelooflijke honger dat ik gelijk in de aanval ben gegaan. Dus we gaan eigenlijk nu weer verder, want er moet nog heel veel gebeuren. Maar ik heb eigenlijk wel even behoefte om uit te buiken trouwens, een uurtje of zo. Gewoon even een film kijken of zo. Oké, kom, we gaan naar boven. Hey! Het begint serieus wel aardig ergens op te lijken, jongens. Hele muur is wit. Die paal die had een hele lelijke aparte kleur. Er zat een hele ronde tafel omheen. Die hebben we eraf afgesloten. Die is nu mooi dicht. Daar zit een bar. Kozijnen zijn allemaal wit. Keuken is een soort van clean. Daar is het allemaal netjes. En hier zijn we nu bezig. Maar er zit echt een hele smerige badkamer in. Dus Wouter heeft weer die soort van heftruck ding voorgereden. En we zijn nu, de wastafel hebben we uitgesloten, kastjes eruit. Dus we hebben nu alles zijn we naar buiten aan het gooien. Dat gaat nu naar buiten. En dan hebben we het bijna gehad. Dan is het bijna goed, Fred. Heb je tempo erin gehad? Lekker hoor. Hats. Zo. Nou, mensen hier kunnen douchen, dat is echt gewoon op. Hadverdamme, Fred! Je wordt hier echt eerder smerige van dat je hier schijn van wordt. Wat een vies ding, hè? Oh. Naar buiten met dat ding, Fred! Naar buiten! Weg. Zo. Mevrouw. U had een badkamer besteld. De badkamer. Kijk nou, zo mooi. We hebben wel echt een heel leuk huisje, man. De tafel is echt fantastisch, jongens. Zo mooi. Ja, mooi sterk. Wij zijn klaar boven. Het is inmiddels 10:00 s'avonds. Maar Wouter heeft morgenochtend om 6:00 een klus. Hij werkt voor V Company. Dat is met luchtkussens en allemaal installatie voor feesten en partijen en zo, toch? Voor feesten en partijen. Feesten en partijen, joh. Maar hij woont zeg maar op een bedrijf waar ze dus een loods hebben met een aantal luchtkussens. Luchtkussens. Wow! En boksballen en rodeo-stieren en echt, noem het maar op. Kermispaarden en... Hoi. Jezus, maar ga daar eens staan, dan hebben ze eens door hoe groot het is. Wat de... Oké, dus we gaan even deze bus nog snel inladen en dan... Start! De boksbal staat erin, Rad van Fortuin staat erin. Mocht je ooit nog een keer wat nodig hebben, of luchtkussens, of noem maar op, V Company. Zoek het op, google het. En wie weet, krijg jij Wouter aan de deur! Hey! Ja, we moeten dus daarheen, dus we moeten terug. Jongens, we hebben er weer een goede dag op zitten. We hebben keihard gewerkt, we hebben veel dingen gedaan. En we gaan onszelf nu eventjes belonen. We zitten op de snelweg en wat kom je dan natuurlijk weer tegen? Het is nou het oude vertrouwde McDonald's. Wederom waar ik altijd naartoe ga. Deze zit tussen Utrecht en Amsterdam in. En ik ben hier echt al zo vaak geweest, dat wil je niet weten. Dus wij gaan McDrive. And we got food. Lekker. Oh, wacht. Oh. Even checken. Alles erin. Altijd... Dames en heren, bij de McDonald's, no offense, maar altijd je bestelling checken. Want je zal zien, je bent halverwege de snelweg en je bestelling is er niet. Bon appetit. Bon appetit. Wat heb jij trouwens? Glutenvrije quarter pounder deluxe. Quarter pounder. Mag ik eens een stukje van mijn brood proeven? Fucking hell. Nee, dat mag niet. Zeg je dat? Zo asociaal ben ik, hè? Speciaal voor u gemaakt. Dat is best lekker. Eerste hapje.
Jongens, ik heb gewoon een chicken nuggets, Mac nuggets, ik weet niet eens hoe het heet. Chicken nuggets. En een Big Mac. Ik kan er niks aan doen, maar ik vind dat zo lekker. Oké, ik ga snel eten. Dames en heren. Drie keer raden wat dit is. Mickey Mouse! Woo! Mickey Mouse kort eten! En we zijn weer thuis. Bij de belangrijkste persoon in mijn Libby. Hi vriendin. Hi puppetje. Oké, mensen. Ik ben eindelijk thuis. En mijn vriendinnetje heeft me echt heel erg gemist. Zoals je ziet. Hey liefie. Hij is schat. Ik ga hem afsluiten. Ik heb echt een topdag gehad. Het is 11:30 inmiddels alweer. Dus ik ben lang van huis geweest. Maar ik heb echt een goede dag gehad. We hebben veel gedaan. Jullie hebben het gezien. Binnenkort ga ik nog wel een keer naar Wouter toe. En dan laat ik het eindresultaat zien. Want het wordt echt heel gaaf. Het is serieus een mooi huis. En ik ben blij dat we zoveel hebben kunnen doen. Vonden jullie de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. En ik zie jullie wederom in mijn volgende video. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei.